Yo, wat van je en welkom te kijken naar de nieuwe aflevering van Minecraft Island Survival. We gaan dus verder waar we gebleven zijn in ons bouwen van onze mob farm. Of ja, mob farm is het echt. Het is geen mob grinden. Het is echt een mob farm. We waren bezig met de trapdoors te plaatsen, oftewel de valluiken. En we hadden net wat tekort. Of net tekort, een heleboel tekort. Opnieuw. Dus we moeten weer nieuwe bomen gaan planten. En als het goed is heb ik die bij me. Ja. Ik heb bones bij me, dus we kunnen wat meer bomen meer maken. Dus hier heb ik dus vorige aflevering wat bomen geplant. We kunnen geen boom planten in zand, hè? Nee, dat kan dus niet. Shit. Hier planten wij een boom. Daar planten wij een boom. Hier eentje. Daar eentje. Dan kan er hier nog eentje. En dan kan er hier eentje. Oké. Okay, daar een boompje. Daar een boompje. Daar eentje. Hier. Daar eentje. Ik kom net op boonmeel te kort. Maar daar hebben we extra bones van meegenomen. Dus oké. Okay. Dit zijn onze bomen. Nee, die gaan we nu even kappen. Voor het hout. En dan even de nieuwe... wat nieuwe trapdoors, oftewel valluiken kunnen maken. Ik zag al in het Engels. Als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik mijn Minecraft in Engels staan. Gewoon simpelweg omdat de hele Minecraft community is Engels. Dus makkelijk om het allemaal mee te begrijpen en zo. Dus... ja, als je geen Engels kan, dus als je niet goed bent in Engels, ja? Of tenminste, dan raad ik je niet aan om het Engels te zetten. Zet dan in Nederlands. Ja, dus ik ben goed in Engels, dus ik weet precies bijna alles wat betekent. Je kan het goed uitspreken. Nou, niet altijd goed uitspreken, maar ik weet wat het betekent. Dus daarom heb ik het Engels staan. Dus als jij niet goed bent in Engels, laat dan gewoon in Nederlands staan. Niks mis mee. Even kijken, heb ik alle bomen gekapt? Of ben ik er één vergeten? Nee, ik heb alles gekapt. Oké. Okay. We gaan eerst eens naar onze crafty tables binnen. Er is een creeper op het dak. Hallo creeper. Hij ziet ons niet. Het is geen ninja creeper. Als je niet weet wat een ninja creeper is. Een ninja creeper is een creeper die van hoge gebouwen naar beneden springt en dan oploft. Dat is ninja creeper. Zien jullie wat ik zie? Ja? Een skeleton in mijn huis. Hoe kom jij in mijn huis? Staat er een deur open? Wat? 7. Ben je hier gespawnd? 7. 6. Oh, je kan hier spawnen. Oké. Dus er spawnen zombies in dingen in mijn huis. Ik hoor een baby zombie. Hopelijk zit hij niet in mijn huis. Dus de spawn hier dus random dingen. Oké. 13 blok, 11 blok, 12. 9. Oké, ik plaats hier ook even eentje voor de zekerheid. Daar is een skeleton. 10, 9, 8. 10. Oké, als het goed is, moet er nou niks meer spawnen. Dus, ik wist niet dat er dingen spawnen in mijn huis. Ik zag in één keer een skeleton naar beneden lopen. Ik dacht van, wat? Hoe kan dat? Jij verdomde skeleton. Brand weg in de hel. Laat hem leven. Ik ga geen moeite besteden aan deze skeleton. Even kijken. Wat wou we doen? Oh ja, ik wou planken maken. Of nee, valluiken. Ja, trapdoors oftewel. Dit moet genoeg zijn. Dit moet gewoon genoeg zijn voor meer valluiken. Dan heb ik de 20. 36 stuks. Ik ga vanuit dat dit genoeg is. Ja. En natuurlijk zal het weer niet genoeg zijn. Natuurlijk. Som. Ligt niet boog. Ja! Ah, tot! Ah! Gemene lach van mij, sorry. Dus we gaan even. Hopelijk dat dit genoeg valluiken zijn, oftewel trapdoors. Ik hoop het, ja, want ik ben nou al. Bijna 2 uur bezig met deze mobfarm. Ja, tenminste, dit is de 4e aflevering die ik daarvan opneem.
Dus ik wil even denken dat, weten dat ik er genoeg van heb. En dat ik liever wil dat deze gewoon mogelijk af is. Hopelijk is hier niks gespawnd of zo. Ik zie hem creepen. Sluipen richting de creepen. Doody. Doody. Ja. Je bent dood. Ja, zoals degene die nu zijn, ik krijg die vraag. Nou, ik krijg de vraag eigenlijk weinig. Ja, is waarom creepers niet oploffend is. Dat komt omdat wij een plugin aan staan die dat voorkomt. Ja, er zijn twee creepers oploffend in deze hele serie. En dat was een 1.9 aflevering. Ja, omdat de plugin in 1.9 blijkbaar niet deed. En twee creepers mijn hele farm ontplofte. Of opliezen, dat is beter in Nederlands. Dus, ja. Dat is dus de hele grote reden dat... Nou, de reden eigenlijk waarom wij die plugin aan het staan is eigenlijk heel simpelweg omdat ik het haat dat creepers ontploffen. En een groot gat in mijn tuin achterlaten en zo. En god damn it. Hoeveel mis ik er? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ongeveer. Ik mis 15 trapdoors. Oh my god, dit is al zo erg en zo freaking vervelend. Dan moeten we helemaal naar beneden minen. En dan weer helemaal naar boven. Ja, en ik moet nog weer nieuwe bomen gaan planten of nieuwe hout. Waarom? Dit is zo oneindig lang dit. Zo lang. Waarom? Waarom? Zo, we zijn weer beneden. Ja, dat is dus heel goed. Bomen planten dan maar weer. Hele XP. Zo van de skeletons zijn die we gedood hebben. Boom. Boom. Die is iets dicht bij de andere boom. 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 Oké, dit mag genoeg zijn. Goed zo. Hopelijk word ik geen, niet van die joeken van die bomen. Ja, maar zelfs heb ik een boom die is heel groot. Die haat ik, die heel grote bomen. Ja, en ik weet niet of ik bedoel... Als je ik weet niet of jullie snappen wat ik bedoel. Die kan blijkbaar niet meer groeien. Oké, er zijn wel genoeg bomen. Als er niet is voor het bos. Kijk, soms doe ik gewoon dit. Verplaatsen ze en dan worden ze op een of andere manier niet verplaatst in mijn inventory. Ja, dat haat ik. Ja, net wat creepers haat. En skeletons. Zombies niet zo erg. Ik haat zombies niet erg. Zombies zijn... Ik heb zombies nooit gehaat in Minecraft. Of haat is een groot woord, maar ik heb ze nooit niet leuk gevonden. Niet dat ik ze leuk vind, maar... Ik haat... Ja, gewoon haat. Ik haat ze niet. Nee. Ze zijn niet vervelend in mijn ogen. Behalve wanneer ze me bijna doodmaken, zoals in onze mining tips, dan wel. Ja, maar normaal gezien niet. Oké. Hoeveel bomen moet ik nog? Dit is de laatste boom. Ja, hoeveel had ik nodig? 15 septors. Ja, ik maak er wel meer. Ja, want je kunt altijd een bit meer hebben dan te weinig. Oké, ik heb een heleboel saplings. Dus druk ik op de knop. Ik kan gewoon naar binnen. Oké, hier. Ik maak me even wat hout van. Ik maak wat trapdoors. 20 stuks. Prima. Dus ik heb nog steeds emmers water bij me. En ik hoop dat dit... Maar leuk om dat te drukken. Vooral wanneer het niet mijn huis is. Wat kunnen we doen? Even kijken. Deze aflevering zijn ongeveer 10 minuten onderweg. Ik denk dat we heel gauw klaar hebben. Dit is een mobfarm. Wat kunnen we daarna gaan doen? Onderweg. Waarom zeg ik onderweg? Ja, ik ben veel te lang aan het opnemen. Ik hoor al gewoon zombies hier. Dat betekent dat dingen spawnen hier. Dat is heel fijn. Dat is een skeleton. Nice. Hallo zombie. Dag zombie. En level 28. Ik wil alweer bijna level 30 enchantment te doen. Oké, hier moest ik nog eentje. Heb ik hier alles gehad? Ja, niet dat ik echt een hoekje ben vergeten. Dit zijn de laatste twee, als het goed is. Dus
Dat was niet mijn bedoeling. Water. Please. Yes. Oké. Maar even overal rondlopen. Een beetje springen. Ik kan een beetje zien of we alles gehad hebben. Ja of nee. Ja. Oké. Nice, 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 nice. Oké, wat we nou gaan doen is we gaan dus het water plaatsen. We gaan even al onze inventory plaatsen ruilen met water. Dus dit is ook zo. Dit is ook. Dit is ook. De pickaxe niet nodig. We gaan allemaal doen, ook het zwaard. Nou, het zwaard laten we staan voor het geval dat er een zombie spant. Zo. Wat we dan gaan doen is, we gaan water plaatsen op alle plekjes zo recht tegenover het gat. Dus dat betekent dat hier nog eentje bij moet. Zo. Ja, als het goed is, we staan precies tot aan het gat. Ja, heel mooi, heel mooi. Dan doen we het hier ook. Daar eentje. En dan daar een, zo. We moeten zorgen dat we zelf niet naar beneden vallen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Zo. Oké, dan gaan we deze emmers even verplaatsen. Voor mij kunnen we gewoon makkelijk zo doen. Zo. En deze allemaal zo doen. Oké, dan gaan we alle hoeken doen. Dan zullen we hier eentje doen. Dan gaan we hier eentje doen. Daarin. En daarin. Daarin. Als het nou goed is, en ik kom hier naartoe. Kijk, dan blijf ik hier vastzitten. Dat is kloot. Als ik hier een emmer water plaats dan. Dan blijf ik hier alsnog vastzitten. Dan hier. Shit. Hier een waterplaats. Wat dan? Ga ik dan door? Ja, alleen shit. Dan gaat hier weer water naar beneden. Dat is niet de hele bedoeling. Alleen hier. Hier staat het water stil. Kom maar. Shit, jongens. Ik heb weer. I fucked up again. And again. Ik hou die en mijn water hier weg. Het is goed, is dat het gat hier dan ook weg? Of het water naar beneden stroomt? Nee. Dan haal ik die hier ook weg. Ja. Zombies blijven hier staan, zo. Even kijken. En die gaan dan hier zo dom zitten springen, zo. Oké, hoe kan ik dit oplossen? Dit is dus het fout die ik liever niet had willen maken. Wat als ik hier eentje plaats? En ik plaats dan... Kijk, dat zombie hier weg. En ik plaats daar eentje. Oké, dat zombie is weg. Oké. Stomke die kant ook weg waarschijnlijk. Ja, oké. Dat is heel mooi. Alleen, dan zit ik met het feit van hier het water stilstaat. Dit kunnen we oplossen. Dit kunnen we oplossen. Ja, 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 ja. Ik heb cobblestone nodig. Ik heb mijn pickaxe nodig. En ik heb trapdoors nodig. Oké. En een axe. Wat we doen is, we halen deze weg. Die weg, die weg. Die, deze, deze en deze. Oké. Wat we gaan doen is we gaan dus... wat gaan we dan doen? Die halen we weg en die halen we weg. Zo. En dan plaatsen we hier eentje. Ja, en dan halen we dit ook helemaal weg zo. Oké. Slabs. Ik heb mijn slabs weggegooid, of niet? Ja, shit, dan moet ik nog een crafting bench maken ook nog. Shit, dat is niet helemaal mijn bedoeling. Maar we hebben dus, we gaan dus een kleine aanpassing doen. Ook een heleboel cobblestone. Dus ik kan een paar slabs erbij maken. 12 stuks. Die laat ik hier even staan. Dus wat we even doen is, we gaan gewoon eventjes zo doen, zo. Oké. Dan heb ik hier een cobblestone blok staan. Ik weet niet waarom die hier staat. Oh ja, ik weet waarom die hier staat. Die ook zo. Ja, perfect. Ja, dus die hoeken. Deze hoek, die zijn dus niet van toepassing of het waar. Die hoeft er niet te zijn. Nee, anders stroomt het water er niet naartoe. Ik van misschien, als je niet begrijpt. Ja. Via deze hoek kan ik het water perfect naar het gat laten stromen. Ja, dat kan vanaf alle hoeken dus mooi. Dus als het ware hebben wij hem dus... die hoeken die ze dus hier hebben gemaakt. Deze hoekpatroon, of die plateaus. Die zijn dus niet nodig, als het ware. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Die zijn dus niet nodig. Dus wat we nou doen, is we gaan dus hier dus zo... Step doors aan plaatsen. Ja.
Zo, en in de hoek maken als er weinig uit waar hij zit. En dan gaan we hier dus zo slabs tussen plaatsen, zodat ze hier kunnen spawnen. Dus alles wat hier spawnt, loopt hier in en valt dus weg. Dus als het goed is, werkt hij dus nu. En dit moeten we dus in elke hoek doen. Even kijken. Ja, als het goed is, als hij daarin valt, dan komt het ook daar terug. Oké. Dus we gaan dit eventjes in elke hoek doen. Ik wou dan gaan jumpen, maar dat werkt ook weer niet. Zo. Als ik nu een emmer water plaats hier. Als het goed is, moet dat dus allemaal heel mooi aan. Ja, kijk eens hoe mooi dit werkt. Dus als ik hier een zombie ben, ja, dan stroom ik gewoon. Dan blijf ik hier dus weer staan. Shit, dat is jammer. Dat is jammer. Blijf ik dan, als ik hier een zombie ben, ik val hier in het water. Blijf ik dan ook in die hoek staan? Nee, dus die kant blijkbaar niet. En hier blijkbaar wel. Oké, ik weet niet wat aan de hand is. Ik ga eerst alle water plaatsen. Dat blok moest er niet staan. Ja, dus als ik het water goed krijg, dan kan ik die plateaus wel even repareren. Maar het water vind ik eventjes nu het belangrijkste. Oké, dus blijf ik hier ook vaststaan? Ja, shit, hoe komt dat? Hoe komt dat? Waarom blijf ik hier en daar wel vaststaan en in die andere hoek niet? Oh, nee, ik weet dat waarom. Die haal ik even weg zo. Dan haal ik het water in de hoek hier ook weg. Wat ik daar had gedaan, anders had gedaan dan op de plek waar ik... Nee, is dat ik hier een waterbucket plaatste en dat ik het daar eentje plaatste. Zo. Dat was eigenlijk het enige verschil. Dus nu blijf ik hier nog staan. What the fuck? Oké. Als ik hier naar beneden val zo. Ja, als zombie zijn. Ja, zo. Dan kom ik of in die hoek vast te staan. Ja. Of ik kom hier vast te staan. Dat is kloten. Dat is echt kloten. Hoe kan ik dit oplossen? In die hoek. Even kijken. Nee, welke hoek was dat? Nee. Ik ben vergeten welke hoek het was. Voor mij deze hoek. Ja, deze hoek. Daar is het anders. Als ik hier naar beneden val. Bijvoorbeeld, ik val hier naar beneden. In dit blok zo. Ik laat nou los. Kom ik in het gat terecht. Zie je? En ik weet niet waarom dat met die hoek niet zo is. Dit is een beetje raar voor mij. Ik weet niet wat daar mis mee is. Oké, ik haal het water hier weg. Ja. En ik haal het water hier ook even weg. Ja, dan moet ik even nog meer water hebben. Er is nog een waterstroom hier. Oké. Oké. Wat ik eerst ga doen is ik ga water in hoeken plaatsen. En dat eventjes het meest belangrijk is. Dus ik even allemaal lege water emmers. Ik wil even alle water weghalen hier in die hoek zo. En daar ook het water weghalen. Ja, veel werk. Het water is het belangrijkste. Ik wil niet dat ze vaststaan natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. In die hoek blijft alles goed. Nou, deze hoek gaan we nu testen. Oké. Als ik hier eentje een hoek plaats. Zo. Oké, is het heel fijn zo. Red is hoek precies. Ik ga naar de volgende hoek. En ik doe precies hetzelfde daar. Dan moet ik even blokjes plaatsen. Oké. En ik plaats hier ook een emmer water. Oké. En dan. Ja, en dan ga ik... wat ga ik doen? Oké, wat als ik hier een emmer water plaats? En daar. Oké, testen. Oké. En ik val hier naar beneden. Ja, dan val ik sowieso daarheen. Oké, maar als ik nou hier naar beneden val zo. En je stopt die kant op. Blijf ik hier weer staan? Waarom? Is mijn vraag. Als ik dan hier een emmer water plaats, dan stroom ik er dus wel langs. Oké. Maar blijf ik dan hier nergens vaststaan? Oké, misschien heb ik de oplossing gevonden, jongens. Misschien heb ik hem gevonden. Ik hoop het tenminste. Oké. Dan blijf hier dus een vast stukje staan. Oké, jammer, maar... Ik denk natuurlijk zodra ik weer te weinig emmers met water. Oké, hopelijk... Hopelijk heb ik genoeg emmers water en hopelijk werkt dit. Oké, dus hier blijf ik hier vaststaan. Oké, dus dan plaats ik hier een emmer met water. Ga ik daar langs. Perfect. En als ik hier zo blijf ik
Ja, nee, ik blijf hier niet meer vaststaan. Of toch wel hier? Oké, maar dan blijf ik hier vaststaan. Shit. Dan blijf ik hier vaststaan of niet? Even kijken, zo. Ja, als ik hier een emmer water plaats. Shit, dan heb ik het helemaal verkeerd gedaan. Fuck. Oh nee, please. Ik heb alles fout gedaan. Oké, we kunnen hier wel onze emmer water weer gaan vullen. Dat is tenminste goed. Oké, dan gaan we even doen voordat wij... voordat we dit gat weer even helemaal gaan dichten. Oké, dus nu... Hé, nu is er wel een stroom in, blijkbaar. En hier staat hier ook... Oké. Het werkt hier blijkbaar weer goed ofzo. Emmer! Nee! Emmer! Please! Oké. Even kijken voor mijn vraag. Ik ga hier wel die kant op stromen. Of nee, deze kant is wel. Deze kant was gewoon helemaal goed. Dat is de enige kant waar ik helemaal goed was. Kijk, hier stroom ik ook die kant op. Als ik hier in deze hoek spawn, blijf ik hier staan. Oké. Nu ga ik maar die kant op. Oké. En aan deze kant dan. Oké, als ik dan zeg, ik zet hem hier eentje neer zo. Ja, oké. Voor mij heb ik hem... Alleen nou is dit aan de hand. Ja, dat kunnen wij oplossen. Ja. Dat weet ik hoe we dat oplossen. Deze hoek zit ook... Is deze hoek allemaal goed? Nee, alleen dit stukje nog. Kunnen we oplossen door hier eentje te plaatsen. Kijken of het dan wel goed is. Alleen hebben we dit hier. Shit, man, dit haal ik zo erg. Dit stukje hier zo. Waarom doet dit stukje het nou weer niet? Kom op. Waarom is dit nou één groot stukje waar stilstaand water is? Please, waarom is dit nou stilstaand water? Ik heb hier een blokje. Oké. Ik blokkeer het even helemaal. Ik heb geen pickaxe. Oh, hier is mijn pickaxe. Ik dacht dat ik een pickaxe kwijt. En dat is het weer. Fuck this, man. Fuck this. What the fuck? Ja, dit is in een hoek waar dit zo is. En ik weet niet waarom. Shit. Shit, jongens, shit. Ja, ik zal zeggen, laat de hoek dan zo zitten. Maar dat wil ik liever niet. Alle andere hoeken zitten goed. Het water is nou eigenlijk eens een keer goed. Misschien zijn er wel een paar plekjes blijven zitten. Alleen deze hoek is nog niet goed. En ik weet niet waarom. Oké, kunnen we het zo oplossen. Zo, en dan halen we deze blok weg. Oké, en nu? Nu blijf ik hier weer staan. Oké, dan plaats ik hier weer een emmer water. Oké, ga ik die keer weer naar beneden. Nice. Als ik naar deze kan naar beneden gaan. Zo. Blijf ik hier ook staan. Plaats ik daar een emmer water. Blijf daar weer vierkantjes staan. Ja, oké, dat is de fout die ik maak. Dit blok hier mag weg zo. Oké, dan gaat de vierkant als het goed is ook weg. Nee. Oh, sorry, ik heb mijn microfoon aan. Dit hoekje, dat blijft zo interessant voor mij. Please, hoekje. Ga nou werken, AUB. Ga nou werken. Oké, en nu? Even kijken. Als ik eentje hier plaats, daar zo. Ja, en wat nou als ik eentje hier plaats? Ja, het werkt.
Hij werkt. Oké, okay, nice. Nou moet ik in een gat vinden waar ik naar... Is dat dit gat hier? Vraagteken? Ja. Oké. Oké. Wat ik nou nodig heb is science. Ja, dus als het ware... borden. Ik weet niet of je dat borden noemt in het Nederlands. Geen idee hoe je het noemt in het Nederlands. Ik heb echt een heleboel emmers water bij me. En water is genoeg nu. 1 stuk is genoeg. Oh nee, ik heb er toch meer nodig. Oké. Okay. Science. Perfect. Die sticks heb ik even niet nodig. Even snel. Want de aflevering is al bijna op zijn limiet. Dus nu moet ik helemaal hier naar boven gaan. Zo. Moet ik helemaal zo naar boven. La 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 la. Oké, okay, helemaal naar het gat toe. Ja, duurt lang. Maar we hebben het water nu goed. Of tenminste bijna goed. Dus misschien zijn er een paar plekjes waar mobs blijven zitten. Ja, en ik hoop dat dat niet zo is. Ik ga wel even kijken of dat gebeurt. Ja. Maar wat we nu dus gaan doen is, we gaan dus de hoeken weer dichtmaken. Ja, zodat ze daar ook in het water vallen. En dan zijn we in principe klaar. Ja, dan kunnen we de hoppers eronder plaatsen. En dan zijn we gewoon helemaal klaar. Oké, okay, en we zijn boven. Oké, okay. Het gaat dicht twee. Oké, okay, dus we gaan naar deze hoek. Ah nee, please. Ah nee, nou is het in dit hoek. Fuck, six. Shit. Waarom is dit zo? Waarom is dit zo? Waarom moet dit nou weer zo zijn? Ja, ik heb iets verkeerd gedaan met het water. Dat is zeker, ja. Maar wat ik heb verkeerd gedaan, ik heb geen idee. Wat ik nou verander, in elke hoek komt er weer zoiets terecht. Dus... Ik heb misschien een ander idee. Ja, maar ik weet niet of dat een goed idee is. Meestal met mijn ideeën. Deze kunnen trouwens ook weg. Ik heb net een heleboel tijd en hout gestoken in deze dingen. En ik laat hier gewoon een gat zitten zo. Oké, waar zijn mijn... Die zijn daar, zijn die dingen. Oké, okay, we gaan dus weer terugplaatsen. Oké, okay, hier kunnen ze geen meer plaatsen, omdat die daar al zit. Dan hebben we deze nodig. Zo. Nou kunnen geen spiders spawnen. Spiders, spawnen. Ja, eigenlijk spawnen. En dan, ja. Ja, dan zit ik even een ander punt. Wat nou als ik die hier weghaal zo? Ja, als ik dit blok weghaal. En als ik... Heb ik één emmer water nodig? Hier een emmer water plaatsen. Dan val ik hier naar beneden. Ja. En blijf ik hier staan. Ja. Plaatsen dit maar weer dicht. Oké, okay, dan moeten we het op deze manier oplossen. Ja, dat is de makkelijkste manier om het dan even op te lossen, is om het zo te doen. Oké, okay, die zijn dus kwijt. Dus dan doen we die zo. En zo. Nou, hier loopt ook naar beneden. Ja, dus opgelost als het ware. Dan moet die hoek nog en die hoek nog. En ik hoop dat ik genoeg cobblestone heb. Ik moet eten, want ik kan niet sprinten. Eten. Dus hij is bijna klaar, onze hele mob van. Ja. En hopelijk doet hij het dan. Dat is niet mijn bedoeling. Oké. Deze halen we weg. En hopen dat ik genoeg cobblestone heb. Ja, dus we hebben een heleboel trapdoors dadelijk over. Ja, en de signs. Ja, dan ga ik dat even gelijk doen. Ja, de signs. Nee, die 16 sites. Die 16 sites. 16 sites. Ja. Hehe. Inventory doet daar. Die plaatsen wij. Kunnen we dat? Ja. Die plaatsen we hier. Die plaatsen we hier eentje. Ja. Oh, fuck.
Dat was niet mijn bedoeling. Oké, okay. Ik ga gewoon naar boven nu. Oké, de plaats voor de... Oké, okay, ik zeg... ja, shit. Daartje. Ja, oké. Okay. Nu... gaan wij hier zijn plaatsen, kan dat? Ja, 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 ja. Oh nee, blijven ze staan, of niet? Ja, oké, okay, dat is dus niet de bedoeling. Dat is dus niet de bedoeling. Wat ik moet doen, is ik moet een sign plaatsen op het sign. Ja, oké. Okay. Shit, 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 shit. Dat was niet de bedoeling, maar zo doen we dat dus. Ja. Dat is een manier hoe we dat bij mob grinders dus ook doen. Dan moet ik weer helemaal naar boven gaan. Zo irritant. Dan moeten we naar boven lopen. Ja, weet je, we zijn nou eigenlijk over een half uur heen. Ik ga nu mijn mob farm even afmaken. En wanneer die helemaal klaar is, dan kom ik bij jullie terug. En 3, 2, 1. En de mob farm is helemaal klaar. Ja, daar is hij helemaal klaar. En we gaan dus even zo kijken of die werkt. Wat we eerst gaan doen is, we gaan even het kisten zoeken. Ik had hier heel veel kisten. Ja. Maar eerst gaan we dus alle... Even kijken. Kijk, dat is heel makkelijk te doen. Zo, ja, dat is heel makkelijk. Zwaard haal ik even terug. Even alles wat ik niet nodig heb, gooi ik eventjes in deze kist. Zo, ik heb allemaal niet nodig, dit spul. De kist is al helemaal vol. Ja, dus dan alle troepkisten waar ik al mijn troep in gooi. Zo. Wat ik nou nodig had, was dus kisten. Ja. En iron. Ja. Iron, iron, iron. Dus we gaan... wat hoppers maken. En als het goed was, was een hopper. Zo. Ik heb 4 hoppers nodig. Zo. En dan heb ik 4 kisten nog. Oké, dan heb ik 4 hoppers. Ja. En... oh, ik heb blijkbaar 1 hopper te weinig. Oké. Okay. Goed. Wat we dan gaan doen, is wij gaan eventjes 2 kisten naast elkaar plaatsen. Ik weet niet of dat kan, of dat een tripwire kist moet zijn. Hopelijk werkt het. En hopelijk werkt het echt. Oké. Okay. Yes, hij werkt. Zag je dat? Zag je die zombie vallen? Hij werkt, jongens. Hij werkt. Wat? Zie je? Hij werkt dus. Yes. Oké. Okay. Hier plaatsen we een hoppen. Ja. Hier plaatsen we een hoppen. Dan plaatsen we een hoppen hier tegenaan. En een hoppen hier tegenaan. Dus nu vallen ze als het ware allemaal dood. Terwijl we dit even dichtmaken, zo. Nu gaan ze dus al die wezens gaan doorvallen. Ja, en wachten even tot iets doorvalt. Dat kunnen we wat horen. Zo. Dus als we nou straks hier rond blijven hangen. Ja, daar zijn we soms in het water. Maar dan moet het langzamerhand dus dingen in deze kist komen. Via de hoppers gaat er de kist in. Ja. Dus ik hoor iets doodvallen volgens mij. Nee, ik weet het niet. Dus we kunnen zien als straks dus allemaal dingen in deze kist zitten. Dan weten we dus dat die werkt. Maar het kan zijn dat de hoppers niet werken. Dus ik had altijd de hoppers even in de gaten houden. Er zit niks in de hoppers. Nee, dus we gaan even de zombies hier door. Ga weg, jullie. Ga weg, jullie. Dus hopelijk werkt hij. Ik hoop echt dat hij werkt. Dat is alles voor niets geweest. Ik hoorde iets doorvallen, volgens mij. Ik hoorde het... wat? Goed. Even kijken of de hoppen werkt. Als ik zo'n ding daarover gooi. Hij werkt wel, blijkbaar. Maar... ja, hij werkt dus wel. De hoppers werken wel. Alleen ik zie niks doorvallen. Hoe kan dat? Huh.
Verzaagd al straks wat dingen doorvallen en nu niet. Hoe kan dat? Kijk, de hoppers werken in ieder geval wel. Daar weet ik sowieso dat die werken. Is nou de vraag. Werkt dit nu, ja of nee? Want ik zie niks naar beneden vallen. Ik hoor een zombie, maar van mij komt die van buiten. Zullen die zombies wel zijn? Maar wat is even weggaan bij de dingen? Kom zo even terug. Eigenlijk zijn we al lang over de half uur heen van deze aflevering. Ik geef mijn einde terugleggen. Oh, dat is een zombie achterdag. Was dat al verrading? We gaan even terugkijken of er iets gebeurt. Bij onze moffa. Ik hoop echt dat hij werkt. Er zit niks in de kist. Oké. Ik ga even kijken of er een foutje boven zit. En dan kom ik weer terug. En dan zijn we weer. Als je ziet, hij werkt. Ik ben er heel blij mee. Maar, volgens mij werkt hij niet als ik hier sta. Dat haat ik een beetje. Wat nou als ik 2 blokjes hoger sta? Ik hoor niks vallen. Ik hoor die zombie wel. Oké, ik ga even wat blokjes halen. En kijken als ik iets hoger sta. Of er dan dingen naar beneden vallen, ja of nee. Maar het zou kunnen zijn dat hij iets te hoog is. Dat kan. De kans is aanwezig dat zo is. Zoals ik zeg van... Ik ga nu een aantal blokken hoog staan. Zo. En dan wachten we. En dan wachten we of we iets horen doorvallen. Nee, ik hoor die zombie hier. Die zombie die doet vervelend. Hij werkt er niet helemaal goed. En daar ben ik jammer. Maar ik denk dat ik hier de aflevering ga afsluiten. En ik de offscreen even verder ga. En kijken wat er dus fout is. Dus dit is het einde van deze aflevering. Voor de aflevering leuk. Laat er natuurlijk een like achter. En abonneer als je nieuw bent. En zie je allemaal in de volgende aflevering van Minecraft Island Survival.